Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 11 augustus. Leuk dat je weer meekijkt naar de nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en ik heb vandaag een jurkje aan wat ik uit die Patty Brad collectie heb gekocht. De witte heb ik nu aan. Hij is wel heel leuk. Hij zit wel iets te groot. Een emmertje zit eigenlijk wel te groot, dus dit is best wel losjes. Maar ik vind hem verder wel heel erg leuk. Dus hij zit wel heel erg lekker. Ik ga zo meteen boodschappen doen en een stofzuiger kopen. Dus ik ga zo eerst even nog de kantenbakken scheppen en ook de boel bij elkaar vegen. En dan is mijn coach er om 2 uur. En ik heb net ook de woningbouw al op bezoek gehad. Het schimmel moet ik zelf schoonmaken, want het is verf dat afneembaar is. Dus ik moet het zelf gewoon gaan schrobben met een sopje met chloor of met water. En dat moet ik dus gewoon gaan schoonmaken. Want het schijnt wel dat deze, deze douche is wel geverfd voordat ik erin kwam. Maar ik moet dus, als ik gedoucht heb, moet de deur dicht blijven en de afzuiging moet gewoon op vol volume aanstaan. Dus dat was eigenlijk de conclusie. Ik had ook even gevraagd van mijn kraan, want die spuit een beetje. Dan moet ik zelf een ander dingetje opdraaien, dus die moet ik zelf even kopen. Dus dat was eigenlijk de conclusie. Ik heb gisteren ook Coolblue uiteindelijk nog gesproken. Naar veel gedoe, ik krijg een monteur, die komt volgende week vrijdag, komt er een monteur langs om te kijken naar de droger. Dus dan is die, als het goed is, ook weer gemaakt. Verder heb ik gisteravond de B&B Vol Liefde gekeken en ik weet er alles van. En ik heb nog even gegamed. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even 2 nieuwe maken. Die waren niet zo goed gelukt. Ik heb de vlog afgemaakt. En daarna had ik Nieuw Amsterdam en Koppers. Dus dat was verder de avond. Ik ga nu even gauw de laatste dingetjes doen. Dan ben ik klaar als mijn coach komt. En dan zie ik jullie sowieso weer als ik thuis ben. Want ja, ik ga zo de deur uit. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Het was een drukke middag, maar het was wel leuk. Ik heb een stofzuiger gehaald en mijn boodschappen zijn binnen. Maar ik laat jullie morgen even alles zien, want het is nu al 6 uur geweest. Ik wil zo even lekker onder de douche, dan kan ik straks eten. Want ik wil vanavond weer de B&B Vol Liefde en ik weet er alles van kijken. En sowieso ook eventjes, hoeveel ben je waard? Maar ik heb lekker in de stad even lekker een ijsje gegeten. Het was zulk lekker weer. Dus we hebben er echt wel eventjes lekker van genoten. En, maar goed, zoals ik zei, ik laat morgen gewoon even alles op het gemakje zien. En dan ga ik morgen lekker aan de gang met mijn nieuwe stofzuiger. Maar het was een hele geslaagde middag. Verder moet ik toch nog een thumbnail maken vanavond voor de vlog. En ik moet nog een artikel schrijven. Ik moet nog een paar nieuwe foto's maken. Dus ik ben nog druk zat. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb nu niet heel veel fut meer om heel veel te gaan laten zien. Dus ik doe het gewoon even morgen lekker op het gemakje. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 12 augustus. Ik ben klaargemaakt. Was ook wel nodig. Want ik was nog erg moe. Volgens mij zag ik er ook best wel moe uit. Ik heb mezelf niet in de spiegel gezien. Maar met opmaken en dergelijke, toen heb ik er niet echt op gelet. Gisteren was best wel druk, maar ik heb natuurlijk nu al een paar vreemde dagen gehad. En dat bij mij komt altijd een beetje tot uiting dat ik dan wat vermoeider word. Maar nu heb ik 2 gewone dagen en dan zaterdag weer een hele leuke dag met Nathalie. Dan is het voorlopig weer gedaan met de uitjes. Ik zal even terugkomen op gisteren. Ik heb volgens mij, ik weet niet of ik dat had verteld, maar ik heb ook bericht gehad van de droger. Volgende week vrijdag komt er een monteur naar de droger kijken. Maar ik had geen tijd doorgekregen, want ik had een sms'je ontvangen. En ja, je wilt toch wel graag weten hoe laat iemand komt. Dus ik dacht, nou, ik bel het bedrijf even op. Maar dat was ook niet een hele vriendelijke medewerker. Dus ik zei zo van, ja hè, ik krijg een monteur, maar is er ook al een tijd bekend? Nee, dat kon ik dan vanaf volgende week donderdag zien. Nou ja, dat is prima. Maar gewoon het toontje waarop er werd gesproken, die was niet heel vriendelijk. Dan vraag ik me altijd af, vind je het echt leuk wat je doet, het werk? Of doe je het omdat je geld mee verdient? Wat echt leuk, kom je niet over, zeg maar. Niet echt vriendelijk. Vind ik altijd zelf wel heel belangrijk als iemand heel vriendelijk is. Dus nou, dat weet ik dan nog niet. Toen zijn we dan naar de stad gegaan.
Ik heb mijn bril nog even recht laten zetten, want de opticien waar ik ben, die zit alleen in de stad hier. Mijn bril is over het algemeen wat sneller scheef. Het pootje zat nu heel erg los en dat komt omdat ik vrij sterke glazen heb. En gelukkig kunnen ze glazen tegenwoordig heel dun slijpen, dat ze niet meer over de rand komen. Maar dat betekent wel dat de montuur iets sneller wat heeft, omdat de glazen vrij zwaar zijn. Dus die was mooi weer recht. Het pootje zit weer vast. Het was ook best wel druk. Het was überhaupt in de stad heel erg druk. Je merkte dat het mooi weer was. En nou ja, goed, het was gewoon best wel druk. Daar stond ik een beetje van te kijken. Nou, toen zijn we naar de Mediamarkt gegaan. Ik had vorige week al op de site een beetje gekeken naar stofzuigers. Mijn moeder die raadde heel erg het Miele aan. En ja, ik weet dat Miele een heel goed merk is, maar ik zag ook het prijskaartje. En daar werd ik niet zo heel erg blij van. Dat gun ik me eigenlijk mezelf dan weer niet. Maar goed, ik was een beetje aan het kijken en ze hadden ook niet heel veel wat goedkopere stofzuigers. Want je wilt toch een merk kopen, omdat ik nu toch een paar keer wat problemen heb gehad. Overigens waren dat ook merkstofzuigers, want mijn laatste stofzuiger was een Philips. Maar ik wist al wel dat ik geen zaklozen meer wilde. Want daar heb ik nu gewoon 2 weken problemen mee gehad. En ik vond het gewoon heel belangrijk dat ik nu een stofzuiger kon zien. Dat ik kon zien wat ik kocht. Het was heel grappig. De stofzuiger die ik nu heb, die stond er ook nog. In een andere kleurencombinatie, maar die was er nog wel. Maar goed, ik had dus vorige week op de Mediamarkt site gekeken. Toen had ik toch een Miele gevonden die ik qua prijs nog wel oké vond. Ze hadden nog eentje die was iets goedkoper. Maar ik dacht dat het dan wat kleiner stofzuigertje zou zijn. Maar toen had ik dus een link doorgestuurd in de groepsapp. Toen zei Nathalie al, ja, mijn moeder ook, hartstikke mooie stofzuiger. Alleen jammer dat die nergens verkrijgbaar is. Nou goed, toen had ik zoiets, het duurt nog een week. Toen heb ik dus van de week weer even gekeken. Toen was die stofzuiger dus weer op voorraad. Dus nou ja, gisteren de stofzuiger kunnen zien in de winkel. Nog wat informatie gevraagd. Maar toen was het heel grappig, want er stond op de doos dus ook een rode stofzuiger. Toen dacht ik, oh, als ze een rode hebben, wil ik wel een rode. Dus ik zei tegen die man, heb je ook rood? Nee, zegt hij, hij bestaat helemaal niet in het rood. Maar dat hebben sommige merken die doen dat. Die zetten dus een andere kleur stofzuiger ook op de doos die dus helemaal niet bestaat. Ja, vond ik een beetje apart. Maar oké, ik vond zwart ook prima. Dus dat. Ik heb ook een Apple TV gekocht. Ik laat het jullie zometeen allemaal even zien. Want die van mij die, is heel oud. Heel veel dingen ondersteunt hij niet meer. Dus ik dacht, nou, nu ben ik er toch. Dus die kan ik ook lekker gaan installeren. Nou ja, gingen we naar buiten. We zouden nog even een ijsje gaan eten bij McDonald's. En we lopen naar de McDonald's toe. En er is daar, er was daar een jongen die was aan het werk. Die was aan het serveren op het terras. Bij een terrasje iets voor de McDonald's. En zegt hij, nou, zo'n goede stofzuiger. Die heeft mijn moeder ook. Ik moest helemaal lachen dat hij dat zei. Dat iemand over die stofzuiger begon. Dus dat vond ik wel grappig. En toen gingen we het ijsje bestellen. Want we wilden hem even op het terras opeten. Zegt die vent die bij die deur staat, ja, als je nog het terras wil stofzuigen. Ik zei, nee, daar begin ik niet aan. Dus ja, wel grappig dat je dan zoveel reacties krijgt op een stofzuiger. Dus goed, dat is allemaal gelukt. Ik heb ook lekker heerlijk gegeten. Ik heb de quiz gekeken. Ik weet er alles van. En daarna eventjes B&B vol liefde. Ik heb eventjes lekker gegamed. En daarna eventjes hoeveel ben je waard ook gekeken. En toen ben ik de vlog gaan inplannen. Thumbnail gemaakt. Mijn artikel geschreven. Toen heb ik nog even Nieuw Amsterdam gekeken. Ik heb vanavond de allerlaatste aflevering van seizoen 2. Dan moet ik op zoek naar een andere serie. Want seizoen 3 staat er nog niet op. En daarna ben ik begonnen met Hudson en Rex. Want seizoen 2 begon gisteren op Fox. Dus die ben ik de eerste aflevering gaan kijken. En dat was heel leuk om weer te zien. Ik ga even de spullen pakken. Dan ga ik jullie even allereerst even nog de overige boodschapjes die nog in de tas zitten even laten zien. Want het is niet heel veel meer. Want de vriezerspullen en koelkastspullen zitten natuurlijk al in daar erin. En dan ga ik eventjes met jullie de stofzuiger unboxen. En dan laat ik je ook gelijk even de Apple TV zien. Nou, even kijken wat er nog in de tas zit. Zoals ik al zei, het is niet heel veel meer. Ik heb hier allereerst Liga milkbreakkoeken. Want Nathalie zei, mijn moeder ook, misschien wel handig om die mee te nemen. Ik zei tegen Nathalie, lust jij die ook? Ja, zegt ze. Ze zegt, ik lust alleen geen chocola. Nou, melk lust ze wel. Ze hadden ook geen chocola. Ik vind zelf de chocolade smaak wel heel lekker, maar die hadden ze helaas niet. Dat was überhaupt al een heel moeilijk iets om deze te vinden. Dan heb ik een pak chocomel, want ja, daar ga ik niet meer zonder komen te zitten natuurlijk. En ik heb 2 grote Monster Energy blikken voor zaterdag. Eentje voor Nathalie en eentje voor mezelf. Dus die gaan mooi zaterdag mee.
Nu kan ik het gelijk beneden blijven. Even kijken hoor, wat ik hier nog heb. Ik heb hier nog een paar handzeepjes. Ik heb hier White Cotton en Jasmine. Handzeep gaat er bij mij ook best wel snel doorheen. Dus ik vind het altijd fijn om hier een aantal van te hebben staan. En deze ruiken altijd weer lekker, want dit zijn van die limited editions van de Lidl. Dus die. Dan heb ik ook de White Turbo Rose. Super gross, ik weet niet zo goed hoe je het uitspreekt. En nog de Sweet Daisy, is allemaal van Shein. Dus dat heb ik mooi weer. Ze hadden blikjes cola. Deze waren 2 euro voor 4. Ik dacht, nou die neem ik wel mee. Misschien kan ik er zaterdag ook nog een meenemen. En ik heb nog zoete veters, zoete aardbeienveters. Ja, en ik had ook nog mijn groenten en mijn vlees en zo. En de vriezerspullen, maar die zitten er dus allemaal al in, zoals ik zei. Ik ben even bij het kruidvat naar binnen gelopen voor een rugzak. Want ik heb van Natri dat hele leuke rugzakje gekregen voor mijn verjaardag. En die was voor de dierentuin perfect. Maar naar het pretpark moet je vaak toch je tas achterlaten. Dan ben ik toch bang dat er wat mee gebeurt. En ik had alleen maar een emoticon tas. En ik vertelde dat aan Natri en die zei... Nee, echt, ga je daarmee lopen? Dus ik dacht, nou ja, het is misschien ook wel zo. En ik weet ook zo niet waar die lag. Dus toen heb ik bij Kruidvat even zo'n zwart basic rugzakje gehaald. Hij was 5 euro. Ik dacht, nou, dikke prima, weet je wel. Dus die. Ik zal even de stofzuiger pakken. Dan kunnen we die eens eventjes gaan bekijken en ook gelijk uitpakken. Nou, hier is hij dan. De stofzuiger. Ik heb de Compleet C2 Powerline. Hij heeft eigenlijk een andere naam. Ik ga eens eventjes hier op de doos kijken. Het is de Black Pearl Powerline. En hij is dus van Miele, zoals ik vertelde. Nou, hier zie je dus die rode stofzuiger die ik graag wilde, maar die dus niet bestaat. Er zitten ook 3 opzetstukjes bij, maar dat gaan we zo even bekijken als we hem gaan uitpakken. Dus dit is hem. En dit is de Apple TV. Hij is echt een stuk dikker als mijn oude Apple TV. De afstandsbediening is ook een stuk groter, maar die ga ik ook mooi straks even installeren. We gaan nu eerst even de stofzuiger uitpakken. Altijd een beetje eng vind ik, want je bent altijd bang dat je langs je product snijdt. Zo, mesje gelijk even weg. Kijk, zo ziet het eruit in de doos. We gaan het er natuurlijk even uithalen, maar zo ziet het er dus uit. Dus laten we nu hem even gelijk uitpakken ook. Allereerst de stofzuigervoet. Die kun je dus ook zo naar beneden doen. Dat is heel erg handig als je ook andere dingen wilt zuigen. Dat is wel echt ideaal. Die. Oh. Dit is nog best wel een beetje zwaar, geloof ik. Oh ja, dit moet weer uit. Dan is dit de stofzuiger zelf. Zo. Zo dus. Je aan een uitknop, denk ik. Je kunt hem ook hier zo aan. Hier zitten draaiknoppen op. Dan kun je dus hem draaien naar de minimale en de maximumstand. Snoeroproller aan een uitknop waar dit voor is. Oh, hier gaat het dingetje open. En hier heb je dan 3 geïntegreerde opzetstukjes. Je hebt zo'n borsteltje erin zitten. Deze is ook heel erg handig voor de bank. En deze is denk ik, dit is de kiermondzuiger. Hier kun je dus ook tussen de kleinste kiertjes komen. Dat is wel heel erg fijn. En dan natuurlijk de slang. Die zit hier verstopt. Samen met de voet.
En ook nog het boekje. Nou, dit is ook een opzetstukje. Dat kun je ook zo nog bewegen volgens mij. Ja, het kan open en dicht. Nou, de slang. Oh, die voelt wel heel goed aan. Mijn slangetje is echt dan wat dat betreft niet zo heel fijn meer. En hier hebben we de stang voor hem te zuigen. Alleen even kijken, want er zou wel één ding in zitten. Waar dat erin gaat, de stofzuiger. Oh ja, top. Oh, hier zit een klepje voor, wat grappig. De stofzuigerzak zit hier verstopt. Dus, dat is dus de stofzuiger. Ik zal even een filmpje sturen naar mijn moeder en Nathalie. Die vinden dat denk ik ook wel leuk. Dus dat is de stofzuiger. Die gaan we zo direct eens even proberen, want ik moet de woonkamer doen. Dus kunnen wij mooi deze even gaan unboxen. Dus ik ga hem even hier neerleggen. Kunnen we hem eens even uitpakken. Kijken hoor, hoe dat vast zit. Ik geloof dat dit wel echt... Er zit niet zo'n handig flapje aan wat je normaal wel eens ziet. Dit wordt echt... Maar even kijken of ik hem iets met een mesje kan... Klein beginnetje maken. Ja, heb eens. Het doosje gaat open. Dan is dit de nieuwe Apple TV. Die best wel wat groter is. Maar dit is dus het kastje. Dan hebben we hier de afstandsbediening. Even kijken hoor. Dan zit hier onder. Hey. Oh, dit is nieuw. Wat is dit? Ik denk toch dat ik het boekje even nodig heb. Want dit werkt wel iets anders dan hoe ik hem altijd had. Ga je niet zeggen dat je hier een oplaadstekkertje voor nodig hebt, hoop ik. Zit er geen adapter meer bij? Oh, jawel, tuurlijk. Ja, dit is gewoon de stekker. Die heb je nodig. Even kijken, als het goed is dit dan niet. Het kan eraf. Dit moet eraf. Kijk hoor. Als het goed is heb ik deze nu niet nodig, maar we gaan hem gelijk ook even aansluiten. Nou, de Apple TV wordt gewoon geconfigureerd naar mijn telefoon, dus dat is ideaal. Dan heeft hij ook gelijk de Bluetooth of de wifi-verbinding en dat soort dingetjes. Ik heb lekker gestofzuigd, dat beviel supergoed. Alles is lekker schoon. Ik heb het kleed helemaal schoon kunnen zuigen. Ja, dat is toch echt wel heel erg fijn. Het ging echt supergoed. Ik ben er heel erg blij mee. Dus ja, ik heb straks even een poosje met mijn moeder en Nathalie gebeld. Dat was ook even heel gezellig. Normaal bellen we wat... meestal rond 6 uur, maar nu was het handiger om nu alvast te bellen, want Nathalie en mijn moeder die willen straks ook een beetje op tijd eten. Nathalie die gaat ook gewoon weer naar huis toe vanavond. Dus ik vind dat wel heel erg handig. Je kunt, ja, dat was wel fijn. En dit werkt ook gewoon super.
Ja, je moet wel dingen toevoegen. Het is heel anders als mijn oude, maar het is wel weer heel fijn. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik ga even wat drinken, want ik heb ook nog niks op. Want ik ben eigenlijk de hele tijd druk bezig geweest. Ik ben niet meer aan het bullet journalen toegekomen, maar dat geeft niet. Morgen wel weer. Vanavond ga ik lekker bed en breakfast kijken. Ik weet er alles van. Ik heb nog iets opgenomen gisteravond op SBS6. Iets met William Rutte met foto's. Dat wil ik sowieso even terug gaan kijken. Dat is wel heel erg leuk. Lijkt me leuk. En dan, ik moet een hele reeks foto's bewerken. Dus ik ga ook even kijken hoe ver ik daarmee kom. Ik heb straks lekker kippenpootjes. Dus dat is ook wel lekker. En ja, nog even gamen. En dan ga ik vanavond genieten van mijn Apple TV met Netflix. Nieuw Amsterdam. Laatste aflevering dus. En daarna ga ik lekker verder met code 37. Dus dat wordt verder de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 13 augustus. Oftewel vrijdag de 13e. Ja, ik heb er zelf helemaal niks mee hoor. Ik ben niet bijgelovig of zo. Dus trek het er maar niks van aan. Dus wat dat betreft. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen kledingkeuzestress voor morgen. Het weer doet de afgelopen dagen toch wel echt wat hij zelf wil. Gisteren werd er voorspeld dat het 25 graden zou worden. Het zou de warmste dag van deze maand worden. Het viel reuze mee. De temperatuur was prima. Het was een prima weertje, maar het was niet echt heel warm. Tenminste, hier bij mij niet. Misschien in andere delen van het land wel. Dus ik vond hem een beetje overdreven. Woensdag daarentegen was het wel heel erg lekker qua temperatuur. Zelfs een beetje aan de warme kant, want toen had ik verkeerde kleding aan. En nu is het geloof ik 21 graden. Hier, het is ook bewolkt. Dat sowieso. Nou, is dat helemaal niet erg. En morgen geeft hij 22 graden aan, wel met een zonnetje. Maar ja, ik weet dus niet wat ik aan moet trekken. Doe je korte kleding aan? Doe je lange kleding aan? Nathalie wist het ook niet. Die vroeg gisteren ook al om advies. Die had in eerste instantie iets gevonden, maar twijfelde nu toch ook wel weer. Ik weet het niet zo goed. Mijn moeder zei: doe maar lange kleding aan. Dus misschien dat ik toch dat wel ga doen. Moet ik alleen even kijken wat ik aan ga trekken. Nou, ik heb gisteren even de Apple TV helemaal geïnstalleerd. Ik heb even YouTube erop gezet, Videoland en ook Netflix. Dus daar heb ik gisteravond al heerlijk Videoland en Netflix mee gekeken. Ik had de laatste aflevering van Nieuw Amsterdam. Die hadden ze overigens wat aangepast, want de aflevering die gepland stond, die vonden ze niet helemaal pas, omdat op dat moment we al heel erg met de corona zaten. Code 37 was heel erg mooi. Nou, ik heb de BNB Vol Liefde gekeken. Ik vind het altijd wel jammer dat het op vrijdag niet komt. En daarna en daarvoor het spelletje, weet er alles van. Dus dat was verder ook de avond. Ik heb heerlijk gegeten. Ik had lekker die kippenpootjes. Die had ik een paar weken terug bij Lidl gratis gekregen. Die had ik dus opgegeten. Dus dat was heerlijk. En ja, dat was verder ook de avond. Ik heb wat foto's alvast bewerkt. Die zijn allemaal klaar. Ik heb zelfs al een stukje gedaan voor het artikel, want het is een vrij fors artikel. Dus ja, wat dat betreft wel een prima avondje. Ik ga zo gewoon even stofzuigen en de bakken scheppen. Ik moet een was aanzetten. Ik kreeg van een van jullie nog de tip om nog een keer dat ding uit te zuigen achter de droger. Dat wil ik nog een keertje proberen, want ik heb nu natuurlijk een goede stofzuiger, dus wie weet. Ik wil even een stukje beginnen met het schrobben in de douche. Ik weet niet of het gaat werken, maar ik ga het in ieder geval proberen. Even kijken of het wat doet. En ik wil alvast een klein deeltje van de kwasten wassen. Normaal zou ik dat morgen doen. Dat red ik natuurlijk morgen niet. Maar dan kan ik zondag de laatste even doen. Maar ik kan nu alvast wat kwasten doen die niet meer nodig zijn. Daarna ga ik even heerlijk bullet journalen. Dus dat is ook even de planning. Ik ga het nu eerst eventjes een wasje bij elkaar rapen. Want mijn wasmand zit echt heel erg vol. Dan kan die mooi aan. Ik zet jullie gewoon bij wat dingetjes erbij. Dus we gaan even kijken hoe ver we gaan komen vanmiddag. Thank you.
best een lekker middagje. De katten hebben net hun eten op. Ik heb de douche ingespreid. Ja, het heeft een blekend effect. Ik ben er wel overheen gegaan met de luiwagen, maar ik zag nog niet heel veel verschil. Dus ik heb het nu net weer ingespreid en dan moet ik het straks afspoelen als ik ga douchen. Dus ik ben heel benieuwd of het wat gaat doen. Ik ben er bang voor. Ik heb er zelf niet heel veel hoop op, maar we gaan het zien. Was je hand weer. Ik heb de tip die ik van jullie kreeg, of even jullie kreeg, nog even geprobeerd. Maar de droger heeft bij mij helaas niet geholpen, want hij gaf weer de foutmelding aan. Dus ik heb het nu gewoon opgehangen. En dan moet ik het gewoon nog even een weekje uitzingen. Volgende week komt er een monteur, dus dan zal die het wel kunnen oplossen. Nou, lekker weer gestofzuigd. Lekker eventjes gebullet journaled. Even lekker met de doodles bezig geweest. Dat was echt heel erg fijn. Ik heb ook al kleding uitgezocht. Dat is wat nu mijn voorkeur heeft. Het kan nog veranderen, maar voor nu denk ik dat het oké is. Mijn schoenen staan al hier. Ik heb verder alle spullen al beneden staan die morgen mee moeten. Dus het is alleen nog een kwestie vanavond alles in de tas stoppen en morgen gaan. De kwastjes die ik al schoon kon maken zijn lekker schoon. De was is opgevouwen, ligt in de kast. Dus ja, best wel productief, maar het was wel lekker. Gewoon ook wel lekker even een dagje dat ik niet hoefde schoon te maken. Ik vond het wel even heel prettig. Ik ben eigenlijk best wel verbaasd dat de nagellak nog best wel mooi zo zit. Dat had ik niet helemaal verwacht, maar ja, valt me niet tegen. Ja, een paar beschadigingen heb je wel, maar je houdt wel iets. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten vanavond. Ik weet er alles van, maar eerst hebben we een persconferentie om 7 uur. Dus die ga ik wel even kijken. Verder heb je niet zo heel veel. Ik kan nog een Hudson en Rex terugkijken, want ik heb er nog eentje. Ik ga sowieso even gamen en ik moet hard aan het werk voor de blog en ik moet ook nog een video editen. Dus wat dat betreft ben ik nog wel eventjes zoet. Nou ja, verder kijk ik. Moet ik een nieuwe Netflix serie uitzoeken? Ik weet nog niet welke, dus daar ga ik ook even in verdiepen en heb ik code 37. En dan morgen weer op tijd op om naar het pretpark te gaan. En die tas moet ik dan nog even klaarmaken. Ik ga dan nu ook gewoon lekker relaxen. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Ik neem jullie morgen ook mee naar het pretpark toe. Dus ik hoop dat ik daar ook wat beelden kan maken. Maar goed, dat is de zorg van morgen. Dus tot morgen. Goedemorgen op deze... Het is 14 augustus. En ik ga me even klaarmaken. Want Nathalie komt zo. Want wij gaan naar het pretpark. Voor mij echt heel erg lang geleden. Dat ik bij een pretpark ben geweest, 5 jaar. En wij gaan naar Slagharen, want dat hebben we gekregen van mijn vader en zijn vriendin voor zussendag. Dus ja, daar gaan we strakjes heen. Ja, we vonden het heel erg lastig qua kleding. Het is nu vrij zonnig, moet ik zeggen, maar ik weet ook niet hoe het daar is, want het is natuurlijk wel een andere plek. Dus we gaan het wel zien. Nou, gisteravond heb ik even mijn standaard dingen gedaan. Ik heb eventjes, ik weet er alles van, gekeken. En daarna heb ik even Hudson en Rex gekeken, want dat had ik nog op de band staan. Dat was een hele boeiende aflevering, vond ik het ook. Ik heb een artikel geschreven, daar ben ik best wel een tijd mee bezig geweest. Want het was weer, waren weer meerdere producten. Ja, en ik ben ook best wel uitgebreid met schrijven. Dus dat heeft al eventjes geduurd. En daarna... video nog bewerkt. Dus die komt vanmiddag online. Dus ja, wat dat betreft lekker bezig geweest. Ik heb de lens erin gedaan. Ik weet niet hoe lang ze het houden, want mijn rechteroog die had er niet zo heel veel zin in. Maar goed, ik neem het doosje mee en de brillenkoker ook. Ik heb een nieuwe Netflix serie begonnen, dat was Virgin River. Ik weet niet of het echt wat voor mij is, maar goed, dat zal het de komende dagen moeten uitwijzen. Ik weet ook niet heel veel zeggen natuurlijk, in één aflevering vind ik altijd. Je moet het altijd even de tijd geven om, ja, te wennen. Maar ik weet het nog niet. Dus we gaan het wel zien. En daarna had ik code 37 en dat was wel heel leuk. Ik ga mezelf nu even verder klaarmaken. Ik neem jullie mee vandaag. Dus ja, op naar weer een leuk dagje uit zou ik zeggen. En ik
Zo, wij zijn inmiddels onderweg. Hallo. En we zijn al even aan het rijden. Alleen we probeerden net mijn telefoon te koppelen. Want we hadden wel zin in onze eigen muziek. Maar dat lukt op een of andere manier niet. We weten niet hoe het kan. Het vestje is al uit, want het is warmer dan ik dacht. Dus wij gaan nu gezellig eventjes genieten van de muziek en van het gepraat van Wietse en Klaas. En wie was er nog bij? Mart. Oh, Mart. De nieuwslezer. Oh, die ken ik niet. Dus nou hebben we maar gewoon de radio. Is ook wel leuk, maar we hadden zin in onze eigen muziek. Dus, ja. Nou ja, helaas. We zien jullie later weer. Het is gewoon lekker. Het wiebelt alsnog. Kijk dat uit. Kijk, het is de Amerikaanse vlag. In Amerika belangrijk. Ik vind het dus eng. Ik vind dit niet. Echt? Jij vindt het leuk? Nee, heel leuk. Oh, kijk, daar is het waterpark. Geweest. Ik heb het uitgedeeld. Daar ging ik helemaal stuk. Maar het was wel echt super leuk. Ik denk dat jullie later gewoon even moeten filmen, want daar kan je echt niet in vloggen. Want nee, ik zal hem wel eventjes gewoon op de video laten zien, want we kunnen er echt niet in vloggen. Maar even je achtbaan zien dan. Waar je wil. Ja, kijk, hier is de achtbaan. Ik weet niet je of kan het niet goed zien. Nee, ik denk niet dat je het goed ziet. Maar dan ga ik je straks zien in de Gold Rush. Natalie weet nog niet hoe ze gaat. Maar Natalie denkt dat ze niet gaat. Oh, Natalie denkt dat ze niet gaat. Ik ga sowieso. Eén ding scheelt. Ja, het is echt warm. Hallo. Veel warmer dan we hadden verwacht. Ik zal mijn zonnebril ook even afdoen. Dus dat ook iets gezelliger. En nu zijn we lekker aan het zweven hier. Ja. En nou gaan we proberen richting Wildwaterland te gaan. Ja. Dus dan gaan we straks even, maar daar gaan we sowieso niet vloggen, want we willen geen natte camera. Nee, dus dat gaan we niet doen. Maar ik zal jullie een stukje van het park laten zien. Kijk. Ik ga ook naar het Oh kijk, dit is het zwembad, Natie. Ja, leuk hè. Het stelt niet zo heel veel voor. Maar dan kan je zien. Ja. Kijk, dan ga je. Ja. Ja, ik vind het leuk. Oh, je gaat ook terug. Oh. Oh, dat geeft niet. Oh ja, dan ga je.
Ik vind het dus alleen leuk dat ik moest erin voor vragen, maar... Ja, ik ga er sowieso... Ik weet ook niet of ik deze ooit al heb gehad. Nee, want toen was er niet. Hij is er niet door. Gewoon achterkrijg sowieso, ja? Ik kan het gewoon niet. Ik vind het altijd zo leuk, dat straatje. Ja, leuk hè? Je zit echt een beetje in het west. Luke ontbreekt nog. Zeg maar. Kijk, die heeft een knuffel gewonnen. Hoe heb je met je hond op je rug? Moet je de hele dag mislepen? Tenzij je hier op vakantie bent. Maar je zou altijd denken dat je niet zo ja. Inmiddels terug in de auto. We hebben niet echt mooi beeld, want het is een beetje, ja, het is wel zonnig. Dus niet echt lekker, maar we hebben echt een superleuke dag gehad. Ik heb alleen niet heel veel kunnen vloggen, want in attracties mag je heel vaak niet vloggen, dus dat is best wel lastig. Het is lastig als bij een dierentuin, maar we hebben het echt superleuk gehad. En wat gaan we nu doen? Mackie! Tijd voor McDonald's. Dus, eerst tijd om stil te staan. We gaan eerst voor het stoplicht staan. Dus we gaan nu richting huis rijden. En dan gaan we er ergens naar bij Mackie. En dan. We hebben wel een hele leuke dag gehad. Zeker weten. We hebben echt moe nu hoor. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. We hebben een cold rush gedaan. Nathalie die wilde eigenlijk, wist niet of ze erin wilde. Ze is erin gegaan, maar ze hoopte zo niet op de vijfde rij. En waar moesten wij gaan zitten? De vijfde rij. Dus we zaten lekker diep. Dus. Ja, dat was wel geen keus. Nee. Ze waren nu eens stak de draad met ons. Ja. Hij nam ons in de maling. Net als de man van de stieren. Ja. We gingen in de stieren. Hoe heet ze ook alweer? Carlos en Leo. Ja, die stieren heet Carlos, ja. Oh, de attractie. Eltor. Iets met Eltor of wat. Maar goed, sommige kindjes die vroegen dus aan die jongen van, wil je me ronddraaien? Ja hoor! Hele vrolijke fluitketel. Komt hij dan. En later deed hij het nog een keer bij zo'n meisje. En wij moesten lachen. En toen gingen wij ook een beetje. En toen waren wij aan de beurt, want toen gingen ons ronddraaien. En toen zei hij later toen we uitstapten, en waren jullie duizelig? Ja, een beetje. Ja, ik was niet echt duizelig, maar wel vertel van die man van de cold rush dan. Oh ja, dat was ook wel grappig bij die cold rush, want wij zaten dus op de vijfde rij. Want je krijgt een plek toegewezen. En Nathan zei, oh, ik hoop zo niet op de vijfde rij. Dat was helemaal achterin. Dat was helemaal achterin. Dus je hangt je hangt als verste op zijn kop. Dus die gozer die zegt van, ben je een beetje bang of zo? Gespannen of zenuwen hadden. Toen zei ik zo, nee, ja, nou, een beetje. Zeg maar, nee, nou, niet echt. Dus ik zei, nee joh, kom erbij. En toen zei hij, ja, hij is een beetje met schillende vingertjes, hè? Dus hij zei zo van, nee, helemaal niet, hè? Doe eens zo. Sommige mensen zijn heel aardig, sommigen hebben niet echt plezier in hun werk, hebben wij besloten. Ja, nou, besloten. Gezien. Geconstateerd. Geconstateerd. Alsof ze er geen zin in hebben. Ja, het lijkt zo. Maar ja, het was heel leuk. Ja, zeker. En nu gaan we op naar het eten. Dus... Zo, inmiddels weer thuis. Het is hier best wel donker. Maar we hebben echt een super leuke dag gehad. Het is nu 9:05. We hadden namelijk wat trouble bij de McDonald's. Onze bestelling was niet goed gegaan. En Nathalie had een broodje, maar die had hem dus zo aangepast dat ze die speciaal moeten maken. Want ze had gekozen voor geen saus en nou ja, dat soort dingen. Helemaal goed. Maar onze bestelling werd aan iemand anders gegeven. Die had dat vervolgens niet besteld. En dan moet alles opnieuw gemaakt worden. Dus dat duurde best wel lang voordat wij onze bestelling weer hadden. Ja, wij hadden best wel honger. Tuurlijk.
Ja, en het duurde gewoon best wel lang. Dus het zegt ook verdorie, weet je wel. Die was er op een gegeven moment ook echt zo klaar mee. Dat kan ik goed snappen als je dan zo honger hebt. Dus op een gegeven moment komt de manager, die komt erbij. En die zegt van, wat missen jullie nog? Nou, dit en dit en dit. En ik ga het niet voor jullie halen, zegt hij. Nou, dat is goed. En toen zei hij van, wil je nog sausjes erbij? Ja, krijg je allemaal van mij. Ik zei, nee. Ik zeg, maar we willen eigenlijk wel straks een ijsje. Dus ik denk, dat doet hij nooit. Hij gaat ons nooit gratis ijs aanbieden. Ja hoor, hij komt terug naar ons tafeltje gelopen. Hij zegt, welke ijsjes gaan we voor jullie maken? Ik zeg, nou, McFlurry. En naast loopt ook McFlurry op de saus bij. Ik had zo'n saus. Dat was mooi, man. Ik had het niet verwacht. Ik dacht echt, we krijgen het niet. Maar wel dus. Katje is heel blij dat ik weer thuis ben. Ik ga nu even lekker douchen. Dan ga ik nog even met mijn moeder bellen. En dan ga ik zo ook even Ajax aanzetten. Ik ga jullie morgen even verder bijpraten. Maar we hebben gewoon een fantastische dag gehad. We hebben heel veel lol gehad. Het was heel erg leuk. We hebben er echt van genoten. We zeiden ook, we moeten dit eigenlijk ook gewoon vaker doen. Want het was echt heel erg gezellig. Ik ga straks denk ik nog wel even een stukje aan de vlog doen. En verder ga ik weer... Virgin River kijken. En ik heb vanavond nog code 37. Dus dat wordt het even. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik wil nu eerst even lekker douchen. Want dat heb ik wel nodig na zo'n dag. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 15 augustus. Ik zit even op de bank. Ik ben nog een beetje aan het uitbrakken. Want ik merkte echt wel dat ik heel brak was. Ik heb er ook wel even een aspirintje in gegooid. Ik was het best wel zat na gisteren. Maar dat is ook niet zo gek. Want je hebt veel prikkels. Maar het was een fantastische dag. We zeiden ook tegen elkaar... We zouden dit ook gewoon eigenlijk één keer per jaar moeten doen, want het was echt super leuk. Nathalie heeft nog een uur bij de Subway gestaan. We hadden zoiets, nou, we halen smiddags wel even wat te eten. Of Nathalie zei, ik ga verder ook geen brood meer nemen, want het wordt ook zo klef. En ja, ik hou niet van de Subway. En Nathalie zei, ja, ik heb liever Subway, want vanavond gaan we ook wat patat eten. Dus ik had daar een patatje gehad met een frikandelletje en... Nathalie ging naar de Subway. Maar die rij daar die is zo lang. Ze heeft een uur in de rij gestaan. We hadden op een gegeven moment zoiets van... Nou, we hebben wel zin in een kopje koffie of een kopje thee. En je kon daar dus een beker kopen. Dat was een thermosbeker. En die kon je dan ook eigenlijk de hele dag door laten hervullen voor €1,50. Als je dat wilde. Nou, ik hoef dat niet per se. Want ik heb aan één kopje koffie dan ook wel genoeg op zo'n dag. Want ik drink 's avonds ook altijd nog een kopje koffie thuis. En eigenlijk overdag drink ik nooit koffie. Maar ik hoefde dat niet bij me eten. En Nathalie had het bord bij de Subway zien staan. Op een gegeven moment dachten we, volgens mij kunnen we het hier helemaal niet kopen. Nou, Nathalie was aan de beurt, ze heeft het gevraagd. En ze kon het dus gewoon kopen daar. En we hadden mazzel, want eigenlijk kostte zo'n beker €6. En wij hadden hem allebei voor €3, want die kassa gaf het anders aan bij de Subway. Dus ze zeiden, nou, jullie hebben gewoon, je hebt gewoon geluk. Dus uiteindelijk hadden we voor €3 een thermosbeker met, ik had een cappuccino erin en Nathalie had thee. Alleen mijn beker sloot niet goed. Daardoor is hij een beetje gaan lekken. Dus we zeiden al eerst, we moeten het straks even ergens teruggaan om te kijken of we hem om kunnen wisselen. Maar uiteindelijk heeft Nathalie hem kunnen maken, want de rand die zat niet helemaal goed. Dus dat was mooi, toen hoefden we ook niet meer terug. Ik ben wel verbrand en dat is ook mijn eigen schuld. Want Nathalie zei gisterochtend nog, heb jij zonnebrandcreme mee? Nee, had ik niet. Heb ik ook niet in huis. Ik heb er nog wel bij staan kijken, maar ik vond het gewoonweg best wel duur. Bij een Action bijvoorbeeld betaal je natuurlijk veel minder. Maar goed, ik kwam niet meer bij de Action voordat we naar het pretpark gingen. En ik was net bij de Action geweest toen we te horen kregen dat we dat dagje hadden gekregen. En ik gebruik gewoonweg geen zonnebrandcreme, omdat ik te weinig buiten kom om zonnebrandcreme te gebruiken. Dus het gaat dan toch over de datum. Nou heb ik dus hier een beetje, ja, ik weet niet of het heel goed zichtbaar is. Op mijn schouder ben ik een beetje verbrand. Je ziet het hier en op mijn rug. Dus dat doet wel een beetje zeer. En verder heb ik een beetje last van mijn ruggengraat. Omdat je in sommige attracties best wel hard naar achter wordt geduwd. En wij waren een beetje verbaasd. Want in de Gold Rush, dat is dus een achtbaan die over de kop gaat. Heb je normaal gesproken bij een achtbaan krijg je een hoofdsteun. Of in ieder geval zo'n beugel over je gezicht heen. En dat was dus daar niet zo. Dus ik zei tegen Nathalie, ik zeg, waarom krijgen we dat niet? En nee, ze snap ik ook niet. En dat was daar dus niet. Dus ik was heel verbaasd. Want ik ken hem alleen maar met zo'n beugel over je gezicht. Maar die kreeg je daar dus niet. Dus we hadden niet echt een goede greep om vast te houden. Maar het ging verder wel supergoed. En het was hartstikke leuk. Dus dat. Nou, ik heb gisteravond nog even Ajax te kijken. Dat was ook wel heel tof. Want we hebben gewonnen dik
5-0. Dus dat was weer top natuurlijk. En ik heb de vlog al tot gisteren afgeëdit. En ik was eigenlijk heel erg bang dat we heel weinig beelden hadden. Maar ik denk dat er voor jullie wel wat leuke beelden bij zitten. Zoals ik ook al aangaf. Je kunt niet echt heel veel vloggen in een attractiepark. Heel veel attracties mag je ook niet vloggen. Moet je soms ook niet willen. Dus ja, dat is dan een beetje lastig. Maar ik denk dat het voor jullie ook wel leuk is gewoon geworden om te zien. Want ik vond dat er mooier beelden bij zaten dan ik had verwacht. Dus dat. Nou ja, vandaag weinig op de planning. Ik ga eventjes de groenten doen. Ik ga even stofzuigen, de bakken scheppen. De rest van de kwasten wassen en daarna even foto's maken. Ik laat jullie straks nog wel even zien waar ik foto's van ga maken. Maar ik zet jullie verder nergens bij. Ik heb gisteravond weer naar Virgin River gekeken. Dat was wel weer leuk. En daarna code 37. Ik ben eigenlijk gisteren niet meer teruggekomen op de persconferentie van vrijdagavond. Ik heb ernaar gekeken en de conclusie is dat er voor nu niet zoveel verandert. 17 september wordt er eigenlijk besloten of dat ze de 1,5 meter kunnen loslaten. Of we nog weer meer terug kunnen naar normaal. Ik betwijfel het een beetje hoor, want iedereen is nu natuurlijk nog op vakantie. Je weet ook niet wat er gebeurt als mensen weer terugkomen van vakantie. Ze hebben ook al gezegd dat het in het najaar weer een beetje zou opleveren, corona. Dus we gaan het wel zien, weet je. Dat duurt gewoon nog best wel eventjes. Nog zeker een maand, dus ik hou me er verder niet zoveel aan vast. We zien wel wat er dan gebeurt, dus ik, ja. Het was verder niet heel boeiend of zo. Ja, ik ga nu even wat doen. En dan wordt het verder lekker een rustig dagje, maar ook wel heel fijn. Ik was alleen vergeten Flikker Rotterdam op te nemen. Dat vond ik wel jammer, maar ik zag gelukkig dat ik hem toch terug kon kijken. Ja, vind ik toch altijd wel leuk. Ik heb nu trouwens ook mijn sieradenbron. Ik had gisteren alles verder afgedaan. Oorbellen uit, die moeten nog even terug in. Ik had alleen mijn armbandje omgelaten, want ik weet dat ik die zelf niet meer zo makkelijk omkrijg. Dus dat. Ja, ik ga eventjes wat dingen doen. Maar ik ga jullie eerst even laten zien wat ik nog had gekocht bij het attractiepark. Allereerst bracht Nathalie deze nog mee. Die hebben van mijn moeder gehad. Het is een heel schattig beestje met een... Ja, diertje erop, die kun je gewoon heel leuk neerzetten. Dus hier moet ik even een heel leuk plekje voor gaan bedenken. Ik weet nog niet precies waar, maar dat ga ik nog eventjes bekijken. Dus die vind ik ook heel lief. Ze waren voor het eerst weer eventjes boodschappen wezen doen en naar de Action geweest. Ja, Tijger, je bent lief. Je hebt me gemist, hè. Je bent ook heel zacht. Maar deze gaan we even wegzetten. Was voor mijn moeder overigens een beetje te veel, want ja, het was een beetje te snel gegaan. Dit was die nervulbare beker waar ik het over had, die we dus hebben gekocht. Ja, super. Ook wel schoon als je een keer koffie mee wil nemen onderweg, is dit gewoon heel handig, want hij blijft warm en je kunt hem dus gewoon heel makkelijk opendraaien. Ik heb er verder dus nog niet echt uit kunnen drinken, omdat hij bij mij niet goed sloot en toen de beker leeg was, toen had natrium gemaakt. Die moet ik nog even goed afwassen. Nou, ik heb een paar dingetjes gekocht. Ik heb een heel zakje hier van slagharen. Ik zal even de camera neerzetten. Ik heb nog 2 muntjes gedraaid. Allereerst deze met het reuzenrad erop. Dat is iets wat ik eigenlijk altijd in elk attractiepark deed. Ik vond het altijd heel erg leuk. Ik vind het leuk om dit te verzamelen. Dus die heb ik gedraaid. Het is trouwens gewoon van een 5 cent muntje. Kijk, die wordt helemaal plat gemaakt. Hij komt er altijd alleen heel boel uit. En deze munt die heb ik gemaakt met de Gold Rush slot. Die vond ik heel erg tof. Dus die... dan heb ik hier, die heb ik ook aan Nathalie gegeven, een bandje van de Gold Rush. Ik zei, als je in de Gold Rush gaat, krijg je een bandje. Dus die hebben we, die heb ik aan haar gegeven. Die heb ik dan zelf ook. Verder heb ik een magneet. Dat is tegelijkertijd ook een opener, maar daar ga ik hem niet voor gebruiken. Ik vond het wel jammer dat het een opener was, maar ik vond de andere magneten niet spectaculair genoeg. En ik vind het dan toch leuk dat het logo van Slagharen erop staat en een deel van het attractiepark. En ik heb, oh, die moet ik even openmaken. Nog een mok gekocht met Randy erop. En hier achterop staat het logo van Slagharen. Deze was nu met 50% korting. Ik heb ook meerdere mokken van het attractiepark. En ik zou het heel leuk vinden om in de toekomst een vitrinekastje te hebben. Met, om dit soort mokken dan in te zetten. Gewoon meer gewoon zo van, kijk waar je dan bent geweest. Ik heb er een van Walibi, ik heb er een van de Efteling. Dat zou ik heel leuk vinden, maar dat is wel iets voor een volgend huis, want dat gaat nu niet lukken. Deze was nu nog €4,79 en daarvoor wilde ik hem wel kopen. Anders had ik hem ook niet gekocht, er was er geen korting op zat. Dus dat waren even de dingetjes die ik heb gekocht bij Slagharen.
Het beeldje staat inmiddels hier. Vind ik het wel een leuk plekje voor. Alleen ik zit nu te bedenken dat hij een ander plekje moet krijgen. Want ik heb hier eigenlijk altijd mijn huisje staan van de Efteling. Dus ik denk dat ik hem hier zo naast eventjes ga zetten. De fotospullen. Ik heb hier allereerst twee mascara's van Essence. De Isle of Extreme Crazy Volume Mascara. Ik heb de gewone en de waterproof variant. Dan heb ik hier een aantal lakjes van Sally Hansen. De Insta Dry. Ik heb hier allereerst de 05 Cosmic Blue. Dit zijn prismatic lakjes. Ik heb hier zo Pink Aurora. Dan heb je ook een glittertje. Dit is Glow Gather, de 030. Dan hebben we nog de 035 Cajun Copper. En we hebben hier nog de 050 The Future is Fuchsia. Dan heb ik hier drie limited edities van Labello. Deze zijn met kleuren van de Cape Raid een beetje. Dus die ga ik even foto's van maken. En de nieuwe limited edition van Catrice is de Bronze Away 2. En ik heb hier allereerst een hydrating fixing spray. Een bronzer, een matte face en body bronzer. Ik heb hier een hele grote kwast. En dan heb ik hier het eyeshadow paletten. En ik heb hier dan ook het Baked Bronzing en Highlight paletten. Dus hier ga ik nu even foto's van maken. Ik heb de groenten afgehaald. Ik heb de douche weer ingespreid. Ik heb mijn kwasten verder schoon. En ik heb nog de bak van de koelkast schoongemaakt. Dus best goed bezig geweest. Maar nu gaan we eerst even lekker foto's maken. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. De foto's zijn goed gelukt. Die zijn al geïmporteerd. Fotospullen zijn verder zo goed als opgeruimd. Op de lampen na. Die kunnen strakjes weer terug. Maar het was wel heel fijn om dat zo weer even te doen. Dan kan ik ook wel heel erg genieten van mijn eigen ding. Nou, alle spullen van gisteren even opgeruimd. Ik wil volgende week echt boven even verder. Want als het goed is wordt het dan ook weer wat minder warm. Want nu gaf hij ook 25 graden aan. Maar vanaf morgen wordt het ook weer heel veel regen. Dus dan kan ik mooi daar ook even wat gaan doen. Maar het was wel zo'n lekker middagje. Toch nog best wel veel kunnen doen. Dus daar ben ik wel blij mee. Zo grappig, mijn jasje heeft in de auto van Nathalie gelegen en die ruikt helemaal naar Nathalie. Dus grappig luchtje. Maar goed, ik ga zo even lekker relaxen, want daar heb ik wel even zin in. Ik heb de douche nog een keer ingespreid. Ik weet niet of het wat gedaan heeft, dus dat ga ik straks wel zien. Verder heb je vanavond leuke televisie. Je hebt Undercover in Nederland en daarna Stegeman op de Bres. Dat vind ik twee hele mooie programma's, dus die ga ik lekker kijken. Ik moet foto's bewerken en ik probeer even het artikel van Essence af te krijgen. En daarna ga ik eigenlijk verder gewoon met Virgin River en Koppers. Dus dat wordt verder de avond niet heel spectaculair. Straks even lekker eten en dan ga ik ook lekker de bank op. Want ik moet nog even gewoon een beetje bijkomen. Ik moet wel even nog een nieuw boek op mijn e-reader zetten. Want ik heb mijn boek vanavond uit en er kwam alweer een vervolg van uit. Die moet ik er nog wel even opzetten. Maar dat is het ook verder. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, een beetje de boel bijdrinken. Want ik heb ook hoofdpijn omdat ik veel te weinig heb gedronken. Dat merk je gisteren ook. Je hebt zat drinken bij je, maar je vergeet gewoon te drinken. En de nagels ga ik dus doen. Dus nou ja, dat. Ik zou het zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is vandaag 16 augustus. Ik ben weer klaargemaakt. De oorbellen er weer in. Dus ik ben weer helemaal nu onder de sieraden. Want dat had ik natuurlijk zaterdag even allemaal afgedaan. Ik heb al goed nieuws gekregen. Vandaag was de uitslag van mijn opa binnen. En er is gelukkig niks aan de hand. Bloedverlies komt vaker voor bij mensen die ook met hun hart hebben. En daar komt het dus vandaan. Dus het is gelukkig geen enge andere ziekte of wat dan ook. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Hij heeft zelfs geen medicatie, dus dat was wel heel goed nieuws. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb lekker gegeten. Ik heb eventjes Undercover in Nederland gekeken. Daarna had je Stegeman op de Bres. Vind ik twee mooie programma's om na te kijken. Dus dat was wel eventjes interessant. Ik heb al even het vuilnis weggebracht. Ik heb ook eventjes alweer de scooter gestart. Dus wat dat betreft,
goed bezig geweest. Ik heb verder gisteravond de foto's bewerkt. Het artikel van Essence eindelijk afgemaakt. Het was echt heel erg veel, maar hij is eindelijk klaar. En toen ben ik Virgin River gaan kijken. Maar ik weet nog niet precies wat ik ervan vind. Want er zitten heel veel dingen, er zitten heel veel geheimen nog in. En die wil ik dan al graag weten. Maar ja, het komt beetje bij beetje komt dat wel los. Maar er is zo weinig informatie over te vinden. Want ik vind het leuk om dan op internet te gaan zoeken naar informatie. Of dat je waar bijvoorbeeld de acteurs eerder in hebben gezeten. En dat soort dingen. Wat meer achtergrondinformatie. Maar dat kan ik nog niet echt vinden. Dus daar wil ik nog wel even naar gaan kijken. Daarna had ik weer koppers. Dat was ook mooi. Ik heb de nagels gedaan. Dit kleurtje. Hij is niet volledig dekkend. Maar ik vind hem wel heel leuk. Dat is deze van Sally Hansen. De Insta Dry. Dit is een 035 Cornure Copper. Dus ik vond het wel een leuk kleurtje. Ik ga zometeen eventjes stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En daarna ga ik een video opnemen voor jullie. En daarna nog even bullet journalen. Dus dat is verder ook de planning. Niet heel veel bijzonders, maar lekker om de maandag mee te beginnen, vind ik altijd. Ik wil wel nog even een deeltje van de douche insprayen. Ik zal jullie daar even mee heen nemen. Ik weet eigenlijk niet of ik het ooit zal laten zien, dat schimmel. Ik zal even de lamp aan doen hoor. Kijk, dit is mijn plafond. Je ziet hier allemaal de schimmelplekken en die moet ik nu dus zelf helemaal schoon gaan maken. Nou ben ik hier al bezig geweest in dit gedeelte, maar je ziet dat het nog niet helemaal weg is. Nu wil ik dit gedeelte even gaan insprayen. Dan moet ik alleen eventjes wel wat dingen weghalen, want het lekt naar beneden. Dan ga ik dat even insprayen. Dan laat ik jullie morgen even zien hoe het er dan uitziet nadat het ingesprayd is. Want dat heeft vanmiddag niet zo heel veel zin meer. Maar dan weten jullie in ieder geval eventjes wat de situatie is. Dus dat wil ik nu eventjes gaan doen. En dan eerst eventjes filmen. Dus dan zet ik jullie erbij als ik ga met het journalen. Dus dat. Ik heb trouwens nu het zwarte jurkje aan van Patty. Mocht je het interessant vinden om te zien. Dit is dus de zwarte variant. Ja, superleuk jurkje. Maar hetzelfde als bij die witte. Dus er zit hier wat los. Maar met een hemdje eronder is het prima. Goed, nu ga ik eventjes wat doen. Even lekker bezig geweest. Ik moet wel eventjes de videobeelden nakijken, want het is wel weer een video waar ik die ik minder vaak heb opgenomen. Dus ik hoop dat het een beetje goed is gegaan, dus dat gaan we even zien. Maar eigenlijk ben ik wel heel tevreden met deze middag. Het was een fijn middagje. Ik heb lekker gewone dingen kunnen doen. Ik heb net de douche nog een keer ingespoten, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje goed komt. Ik ga zo even lekker relaxen. Ga ik straks even douchen en eten maken. Vanavond weer B&B Vol Liefde. En ook weer, ik weet er alles van. Daarna niet echt veel, maar ik moet nog een artikel schrijven. En ik ga nog wel wat dingen doen. En verder ga ik vanavond gewoon weer kijken naar Virgin River en daarna weer koppers. Dus dat wordt verder de avond niet heel spectaculair of zo. Maar gewoon wel leuk. Dus dat ga ik gewoon verder doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan eventjes lekker relaxen. Dus ik
zou bij deze gewoon zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is alweer 17 augustus. Ik ben klaargemaakt. Ik moet zeggen dat het hier ook goed fris is. Dus buiten ook wel wat frisser. Maar het bijzondere is dat ik elke keer geslapen zonder de ventilator aan. En ik heb nou voor de tweede nacht op rij dat ik hem in de nacht ergens aandraai. En dat ik dan de volgende dag wakker word en dat ik denk, hey, die was toch uit toen ik ging slapen. Maar ergens in de nacht krijg ik het dus warm en doe ik hem dus aan. Heel apart. Ik heb gisteren de standaard dingetjes gekeken. Ik weet er alles van en de B&B vol liefde. Dat is nu nog deze week nog en volgende week nog. Ik moet zeggen dat ik het wel echt een heel leuk programma vind. Er komt ook een tweede seizoen. Alleen soms verbaas je een beetje over keuzes. Dat had ik vorige week bij Vincent. Die ging iemand wegsturen. En ik had verwacht dat hij de laatste vrouw die aangekomen was zou wegsturen. En toen stuurde hij de tweede vrouw weg. Ik dacht echt, waarom maak je deze keuze? Ik snapte het niet. Maar goed, het zal wel. Het is leuk om naar te kijken. Al denk ik niet echt dat er matches uit gaan komen. Ik vind wel dat Bert nu wat meer ontdooit. Maar geloof niet echt dat er wat van gaat komen. Ik heb mijn artikel geschreven. Ik heb nog eventjes alvast de beelden bekeken van de video die ik gisteren heb gemaakt. Om te kijken of het goed is gegaan. Die is ook goedgekeurd. Dus dat was top. Ik heb weer Virgin River gekeken en daarna gezellig koppers. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Ik ben ook in een superleuk boekenreeks bezig. Dat is een boekenreeks. Ja, het zijn 4 boeken, maar ze hebben echt maar 106 bladzijden. Dus je bent er vrij snel doorheen. Maar het is wel een hele leuke reeks. Ik zal jullie nog even laten zien wat ik nou heb gedaan gisteren bij de douche. Ik kan jullie daar verder niet bij zetten, want het spul dat loopt naar beneden. En het is gewoon gevaarlijk om daar je camera bij neer te zetten. Ik ga even de lamp aan doen. Ik heb dit gedeelte dus ingespreid en dat is dus nu helemaal schimmelvrij. Ja, daar in die hoek, maar daar kom ik amper bij. Dus daar moet ik even nog naar kijken. Ik ga nu dit allemaal doen. Dus ik ga zo eerst de hele douche leeghalen, want dan kan ik er even goed stofzuigen en dan ga ik hem insprayen. Dan kan dat even een 30 minuten drogen, want dat staat ervoor. En dan zien jullie morgen, of morgen, ja, in de volgende vlog het eindresultaat. Maar dan kan ik het nu helemaal insprayen, want ik ga straks lekker de douche doen. Verder ga ik de kattenbakken doen en de gang. Ik moet even de bakjes weer afwassen en ik ga even een wasje aanzetten, dus dat is het ook. Dus ik ga nu ook gewoon snel aan de gang. Des te eerder ben ik klaar. En ik ga even kijken waar ik jullie gewoon vandaag weer bij kan zetten. Dus tijd om wat te gaan doen. Als het maar kan, maar weet je, wat maakt het uit? Ik heb natuurlijk die schimmelspray weer gebruikt, want ik had alles uit de douche gehaald. En nu heb ik daarachter ook helemaal de tegeltjes schoongemaakt, want ja, nu was die helemaal leeg. Dat komt perfect. Maar die schimmelspray, daar zit gewoon ook chloor in. Er zal ook andere dingen in zitten, maar je ruikt de chloor heel erg. En als je daarin staat en je staat daar te sprayen en je gaat daarna de douche schoonmaken, is dat niet zo'n heel erg goede combinatie, want je wordt zo high als een kanarie. Dus zo voel ik mij. Het is ook echt een beetje op mijn ogen geslagen, op mijn adem. Dus straks gewoon lekker douchen. En dan hoop ik dat de geur ook al wat minder wordt. Ik heb ook de hele tijd ook al de afzuiging aan. Ik ben heel blij geworden met het resultaat. Ik ga jullie het in de volgende vlog dan laten zien. Want nu is de douche ook nog een beetje nat. Want ik heb hem helemaal gepoetst en zo. Dus ik vind het niet zo leuk om daar nu overheen te lopen, want dan heb ik weer al die voetspoortjes erin zitten. Dus dat doe ik dan morgen even en dan is het ook volledig opgedroogd en dan zie je het resultaat denk ik nog beter. Maar ik ben wel heel tevreden. Ik heb een paar kleine plekjes, die krijg ik echt niet goed. Maar die moet ik gewoon nog even gaan verven. Maar voor nu ben ik wel heel tevreden. Ik ben ook wel blij dat ik het nu klaar heb. Want ja, ik loop natuurlijk al dagen een beetje in die geur, dus dat is gewoon niet fantastisch. Ik
kattenbakken zijn lekker schoon. De gang helemaal schoon. Het was ook zo fijn dat ik nou weer gewoon lekker goed kon stofzuigen. Ik was nou zo klaar. Omdat ik nu niet steeds meer op mijn knieën hoefde. En dat was natuurlijk ideaal. Wel twee nagellakjes die waren helemaal beschadigd. Deze vinger en deze. Dus die ga ik vanavond wel even opnieuw erop doen. Maar ik ben nu wel een heel dankbaar mens. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan straks douchen en eten. Vanavond weer, ik weet er alles van. En de BNB vol liefde. En je hebt ook weer de verhuizing van de familie Koppens. Dus die ga ik ook lekker kijken. Ik ga de vlog verder afmaken. Ik ga foto's bewerken. En ik ga denk nog wel even gamen. En wat heb ik nog meer? Koppers. En ook weer Virgin River. Dus dat wordt verder de avond. Ik ga bij deze ook lekker de weekvlog afsluiten. Want ik denk dat die al best wel lang is geworden. Maar nou ja, goed. Ik hoop in ieder geval dat je het weer heel erg leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht te drukken. En op mijn kanaal zelf. En daarnaast staat een belletje. En als je daarop klikt, krijg je de melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Vond je deze video leuk? Dus zeker even je duimpje omhoog. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!